En dan is er nu de stage gezet voor de uitsmijter. Maar wie zal dat zijn? We gaan naar de laatste categorie, dat zijn die van de Nederlandse groepen. En ook daarin is weer een grote variëteit. En het ging in laatste instantie tussen de Frank Boeijengroep, BZN, Mini en Maxi, de Deep River Quartet en de George Baker Selection. Nou, allemaal imposante namen. Wie het werd? Ja, na 22 jaar kon het ook eigenlijk niet anders. BZN! Carola en Jantje Keizer voorop en al die andere vertrouwde gezichten langzamerhand. Zes man sterk uit Volendam, wederom in de prijzen gevallen. Het wordt langzamerhand bijna routine voor jullie, hè? Nou, voor mij nog niet, hè. Nee, het is toch elke keer weer een belevenis als je die prijs krijgt. En we willen ook alle mensen daar weer voor bedanken. Ja, het is geweldig. Ik geef hem maar aan Carola als vrouwelijke leidster, mag ik nou leidster moet ik zeggen, maar als spitsenpunter, als coryfee van de groep. Helemaal weer terug. Wat is er nou? Heb ik iets vreselijks gezegd? Was ik per ongeluk dubbelzinnig? Dan zul ik ze geheel buiten mijn om. Maar goed. Jullie gaan natuurlijk niet weg zonder een lied gezongen te hebben. Dan was er destijds een grote hit in het Frans. Maar ik hoor dat jullie nog verder de grens over zijn gegaan. Ja, dit keer is het een Italiaans nummer. Een Italiaans nummer? Italiaans liedje en het is onze nieuwe single. Het is La Primavera. De lente dus, hè? Ja, wij kunnen niet genoeg krijgen van de zomer. Wij beginnen gewoon weer opnieuw met de lente. Nou ja, het geldt zeker voor deze piraten. Elke lente, nieuwe lente, nieuw geluid. Nu heel veel nieuwe geluiden. Sterkte met de Primavera. Il sole splenderà la mare.